En dat volumepedaal doe ik ook heel veel mee. Weet je wel, dat is... Ja, dat is gelijk voor vibes en sfeertjes. Ja. Dat is natuurlijk helemaal... Ja. Weet je wel, dat je echt... Welkom bij Humble Heroes. In deze aflevering hebben we eindelijk Arnold van Dongen. De gitarist waar we al heel lang op wilden zitten wachten. Maar hij kon niet, hij was druk. En misschien wilde daarom zo humble. Arnold, welkom. Dankjewel. We waren er net al even aan het praten over jouw familie, zeg maar. Want je bent opgegroeid met twee broers. Ja, Peter, nou eigenlijk drie broers. Drie broers. Ja. En daar heb ik eigenlijk nog, een paar halfbroers en een halfzus. Maar we hadden het over de drie broers die allemaal eigenlijk in beginsel een voorliefde hadden voor tekenen. Ja, en met name Robbie, Peter en ik. Wij zijn begonnen met tekenen ook. We speelden al muziek, verschillende muziekinstrumenten. Maar we zijn dus ook... ik vond tekenen vroeger onwijs leuk. En Robbie en Peter ook. En uiteindelijk ben ik afgehaakt. En Robbie is afgehaakt. En Peter is verder gegaan. Ja, dat is nu echt een bekende striptekenaar geworden. Blake Mortimer zei net. Ja. Echt heel gaaf. En werd het met paplepel ingegoten bij jullie in de familie eigenlijk? Dat je zegt, want je hebt het over tekenen, muziek maken. Ja, dat weet ik niet. Misschien ook wel. Ik bedoel... Het is wel zo, bijvoorbeeld, even als ik weer even naar de muziek ga... was het gewoon zo, toen ik 10 was... toen had mijn moeder ergens bij een veiling een gitaar voor 35 gulden gekocht. Zo van, hier is een gitaar voor. Dus toen ben ik echt zonder les, ben ik gewoon dingen gaan uitzoeken. En mijn eerste akkoord was ook een soort dit akkoord. E mineur. Ja, kijk. Tweede akkoord was A mineur. En toen had je al 70%. Van de popmuziek liedjes. Nee, maar toen had ik wel met deze twee akkoorden meteen een liedje gemaakt toen. Dus mijn moeder heeft ons daar wel in gestimuleerd. Zeker omdat we daarna gewoon op muziekles gingen. Maar eigenlijk eerst een jaartje theorie. Dus ik kreeg gewoon een theorieles, En ook om je te oriënteren op wat voor instrument je wil spelen. Nou, en ik speelde toen al gitaar. En toen, ik was ook 12, wat ouder. En toen ik 12 was, had ik dus al die ene gitaar. En toen ben ik vioolles gaan nemen. En mijn broers, Peter, die speelde ook gitaar en die is gaan drummen. Die kreeg drumles. En Robbie kreeg pianoles en die speelde bas. Dus we waren er wel... Was dat dan om opeens naar viool over te schakelen? Want je hebt hier akkoorden en opeens heb je... Ja, dat vond ik helemaal te gek. Gewoon een ander instrument. Speel je dat nog, of niet? Helaas niet, want ik had wel aanleg voor talent, om het zo maar te zeggen. Nee, maar het ging best wel goed. Ik bedoel, ik was vrij laat begonnen. En ik weet nog wel dat mijn lerares op een gegeven moment wel zei van... Nou ja, als jij wil, dan kan je naar het conservatorium ermee. Alleen, ik vond gitaar leuker op dat moment. Zo'n hoog niveau had je op viool. Ja, voordat iemand zegt dat je naar het conservatorium kan, moet je toch wel op viool een heavy niveau hebben eigenlijk. Ja. Dat was echt zo. Ik speelde dingen van Mendelssohn en bijvoorbeeld. En Bart ook. Komt zoiets later terug in je spel, gitaar? Dat je, is nou, waar ik heel gevoelig voor ben, is dat je toonvorming is heel belangrijk. En op gitaar, maar eigenlijk overal op. En op viool is dat helemaal een ding, want dan heb je geen frets. Dus je moet echt, ik bedoel, als je hem aanzet... Ga je vibreren of non-vibrato spelen. En dan is je steek is heel belangrijk. En je moet dus je toon maken. En dat is nog precairder op een viool. En ook qua vals spelen, omdat het maar zo'n halsje is. Hè? Ik bedoel, dus in die zin, wat ik daar van opgestoken heb, terug naar de gitaar... is dat ik altijd luister naar hoe mijn toon is en hoe die klinkt, zeg maar. Ja, want hoe zou je jezelf dan eigenlijk omschrijven als gitarist? Ik ben wel een soort allround gitarist... Dus ik doe veel verschillende dingen. Dat vind ik ook onwijs leuk. Dus, ja, want het is bizar, want je cv is insane. Je hebt eigenlijk met iedereen gespeeld, elke plek ben je geweest. Ja, nou leuk. Nee, ik weet het niet. Kijk, ik ben natuurlijk begonnen met een ska-bandje ooit, met mijn broers ook. En daarna, dat vond ik heel leuk. En toen ben ik op een gegeven moment, is die band uit elkaar gevallen. En toen wilde ik ook verder. Toen had ik ook al een beetje de ambitie
om nieuwe dingen te leren en ook andere muziekstijlen te spelen. En toen kwam ik bij Los Lane terecht, waar jij natuurlijk later ook bij gekomen bent. Je slaat een heel stuk over. Nou, aantal jaar. Van Ska, we hebben nog samen. Ik zie je zo op het consortium, zie ik jou. Dat is een jazzafdeling, zie ik jou nog in een hoekje jazz spelen. Ja. Ja, ik sla inderdaad, sorry, ik sla een groot stuk over. Kijk, het is namelijk zo dat ik wilde allround worden en ik zat dus in die ska-band. Op een gegeven moment speelde ik met Roger Happel, nou, dat meer funk-achtige liedjes. En toen wilde ik naar het conservatorium om ook gewoon een soort basis te krijgen. Ik had wel zoiets van, ja, weet je, ik wil ook weten hoe dingen in elkaar zitten. En toen ben ik naar het conservatorium in Den Haag gegaan. Dus daar ben jij mij tegengekomen. En tegelijkertijd, ik speelde daar dus... je moest daar over het algemeen jazz spelen. Maar ik bleef wel een popjongen. En, het was best wel een traditionele omgeving. Zeker Den Haag, ja. Was toen. Ik weet niet hoe dat nu is. Dat zal misschien nog steeds zijn. Maar ik heb daar zoveel geleerd van Peter Niewerf, mijn leraar toen. Maar ik was ook een popjongen. En ik weet nog wel dat ik ook daar als we geen les hadden, nam ik een kamer en dan ging ik met Marcel Visser, bijvoorbeeld. Hè, dat is ook een gitarist die daar zat, die nu ook al heel veel sessies doet. Gingen wij samen gewoon Steve Lukather of Toto dingen uitzoeken of funk dingen uitzoeken. Dus we waren gewoon ook popjongens. Dus dat zat er al gewoon, dat bleef er gewoon in zitten. En ik ben op een gegeven moment gevraagd door Loos Leen. Ja, en dat ben ik gewoon gaan doen. En dat was heel poppy. En toen leerde ik Evert Abbing ook kennen. En weet je, werd ik me ook bewuster van hoe songs in elkaar zitten. En, en vandaar was mijn idee ook zo van... Ja, ik wil toch een soort van sessiegitarist worden... die gewoon heel breed is en gewoon veel verschillende dingen doen. Dat vond ik onwijs leuk. Dus, jij kan, als ik daarop terugkom, hè, je ziet... We hebben hier best veel Humble Heroes inmiddels gehad. Ja. Maar jij bent echt, jij gedijt echt het lekkerst bij het begeleiden van een artiest. Een bekende artiest dan wel. Maar ik bedoel, een goede artiest. Je staat erachter en je verzorgt een bedje. Ja. Met gevolg dat ze je allemaal terug willen hebben. Ja, tot nu toe is dat zo. Of klopt het? Daarnaast heb je nooit een parallel gevoel gehad. Ik moet ook aan mijn eigen naam werken. Dat heb ik dan wel ergens... Zit dat wel? En dat hebben veel mensen ook tegen me gezegd. Ik ben er nog steeds niet aan toegekomen. En dat is vooral een mentaal ding. Hè. Je moet het gewoon doen eigenlijk. Dat is het. Je zou het ergens wel willen. Ja, natuurlijk. Hoe zou dat er dan uitzien? Ja. Wat zou je dan graag doen? Ja, als dat op dit moment is dat... dat zijn gewoon... Ik bedoel, ik hou niet zo van gitaarmuziek... waar de gitarist een soort virtuoos alleen maar... zitten soleren, dat is niet mijn ding. Ik hou heel erg van sferische dingen. Of een beetje filmisch-achtig. Ik heb wel een paar dingen al geschreven. En dat zijn eigenlijk instrumentale stukken die eigenlijk heel sferisch zijn. Weet je wel? Dus niet spierballen gitaarmuziek, zeg maar. Kun je eens iets laten horen? Het begin van een sound? Nou, sound wel bijvoorbeeld. Maar dan moet ik even... even kijken hoor. Bijvoorbeeld, ja, weet je, ik bedoel... dit soort dingen, weet je... Dat je gewoon dat soort sounds maakt. Oh, wacht even hoor. En dan, weet je wel, de hele sferische dingen. Het spreekt gelijk tot de verbeelding. Ja. Het is heel... Weet je wel, dat soort, En dan, Ik bedoel, dit soort partijen speel ik bijvoorbeeld... Je relativeert het meteen, hè? Van ja, zo, maar het klinkt er... Ja, oh ja. Dus nou, ja. Ik zou meteen met die CD beginnen, hoor. Maar zou dat een plaat worden, stel jij gaat die eigen plaat maken? Ja. Zou dat gewoon een plaat worden met dit soort sferische compositie? Want wat je net hebt gespeeld, eigen geschreven stuk ook, die Carry On. Ja, samen met Lootje. Ja. Is dat ook iets wat daar in dat straatje dat vind ik past? Zoiets zou daar ook... Dat vervolg, ja. Nee, maar dat zou er zeker in passen. Zo, dat soort sfeer, weet je wel, liedjes, die vind ik gewoon heel mooi. En het is ook een beetje een soort van Americana. Kijk, ik speel... nu maak ik weer een hele grote stap. Ik speel dus nu al 15 jaar bij Ilse, zo'n beetje vanaf 2003. Nou, dat is al langer zelfs. En ik ben met haar ook natuurlijk heel veel in die Americana country gedoken. En de laatste tijd veel Americana dingen. Dus ja, en dat is eigenlijk ook heel sferisch. Dat is akoestisch gitaar en... Elektrisch is vaak dan een soort heel sferische palet daarboven, weet je wel. Dus
ja, daar hou ik heel erg van. Dus ook dat liedje Carry On, dat ja, eigenlijk op de plaat van Lootje. Speel ik eigenlijk de basispartij en dan speel ik op het eind slide. Ja, dat kon ik nou niet allemaal tegelijk doen. En Patrick, de andere gitarist, die speelt zeg maar swelsen. Dus bedoel, dit soort sounds, weet je wel, om het heel mooi breed te maken, zeg maar. En ja, ik vind dat ook voor een eigen album zou dat voor mij helemaal te gek zijn. Ja. En is daar voorzichtig ook nog een lijn te trekken naar dat vroeger, dat tekenen, wat eigenlijk een heel beeldend iets is? Klinkt dit ook, hoe je het speelt, ook heel verbeeldend of zo? Ja, dat zou heel goed kunnen. Je zei net dat je ook terug met de fotografie bezig bent. Ik ben zelf ook en dan krijg je die misschien wel landschappen, zie ik nou voor me, dat je zelf de beelden erbij maakt. Misschien is dat onbewust. Weet je wel, dat is misschien onbewust. Dat ik inderdaad heel beeldend denk en heel erg van sfeerse muziek hou. En dat mag soms best wel een puls zijn of het mag soms echt groovy zijn. Want dat tweede liedje wat we net hebben gespeeld, dat is gewoon een soul liedje. Ja, ik hou ook heel erg van soul en van dat het groovt en zo. Maar, misschien is dat wel het probleem geweest. Dat je echt een keuze maken voor je eigen album, omdat je zoveel dingen leuk vindt, dat heel moeilijk is. Misschien, dat zou ook kunnen. Ja, ik heb daar dan nog nooit zo expliciet over nagedacht. Heb je absolute gitaarhelden? Of, natuurlijk heb ik gitaarhelden gehad. Of, jeetje, toen ik op school zat, conservatorium, Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern. Dat waren echt een beetje de jazz fusion gitaristen. In die tijd vond ik Steve Lukather ook helemaal te gek. En eigenlijk nu nog, hoor. Maar die is wel zeg maar in zijn eigen kader gebleven. Maar ik vind het nog steeds geweldig, hè, als je hem ziet spelen. Maar bijvoorbeeld, die ik al jaren volg en echt een inspiratie is geweest, is bijvoorbeeld Mike Landau. En dat is een sessiegitarist die ook een beetje zo eind jaren 80 of ergens in de jaren 80 op de gekke platen van Joni Mitchell speelde. Ziet hij ook niet? Ja, hij zingt hier ook bij zijn eigen projecten, zeg maar. Maar hij heeft met zoveel mensen gespeeld, zoveel platen ingespeeld. Met James Taylor bijvoorbeeld gespeeld. En hij heeft zich ook, zeg maar, ontwikkeld nu. Weet je wel, hij klinkt nu ook weer anders dan toen. Weet je wel? Toen vond ik het al te gek, maar nu klinkt hij ook weer anders. Volwassenen, hij heeft zich doorontwikkeld. Ja, over ontwikkeling gesproken, hoe is dat dan voor jou? Want je hele cv, met iedereen met wie je hebt gespeeld, waar zit voor jou de ontwikkeling nog? Ik vind nog steeds moeilijk of een uitdaging dat als ik inderdaad bijvoorbeeld een plaat of cd-opname moet maken, of je speelt met mensen, dat je een partij verzint die gewoon helemaal dat liedje op een hoger plan zet. Ja, dat blijft altijd een uitdaging. En ik heb het gevoel dat ik de laatste jaren dat steeds sterker kan. Ja, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar als ik een liedje hoor, dan weet ik steeds sneller van, nou, je hoeft jezelf niet te bewijzen met een solo of wat, maar je wil echt in dienst staan. Ja, ik was vooral in dienst staan van het liedje. Dat het liedje er beter van wordt. Of dat de zanger of zangeres daar beter over gaat spelen. Dat het iets aanvult. En dat het ook van mezelf is. Dat ik ook het gevoel heb dat ik herkenbaar ben. Weet je wel, van, dat is Arnold, zeg maar. Tegelijkertijd hou ik ook van solo spelen, hoor. Dat vind ik ook te gek. Maar dat is in die sessiewereld is dat ook weer iets van, ja, als je sessiegitarist wil worden, dan is het 90% is het gewoon begeleiden. Dus dat moet je heel goed doen. Ook akoestisch spelen en heel snel, weet je wel, partijen verzinnen en zo. En dan soms is het een solo. Ja, want dat piek, ik heb je live zien spelen met Ilse. En op een gegeven moment, inderdaad, die humble hero, die past jou als een gegoten heel, zeg maar. Dat is echt heel mooi om te zien. Maar als je dan aangaat op dat podium, dat is echt met je voet op de monitor, sta je daar te spelen. Oh ja? Dat is, vond ik echt waanzinnig te zien. Maar ook dat snelle schakelen daartussen vond ik enorm inspirerend om te zien. En ik was ook wel benieuwd naar hoe dat dan verloopt. Ook in zo'n live context. Ja. Dat je inderdaad vanuit die rol waarbij je heel humble aan het spelen bent, naar tegelijkertijd in één keer moet accelereren. Hoe beleef jij dat dan op zo'n live moment? Nou, dat is gewoon, kijk, dat liedje wil ik gewoon zo mooi mogelijk spelen. En als ik dan een solo heb, dan ga ik ervoor, weet je wel. Dan wil ik al mijn intentie daarin kwijt. Het hangt een beetje van de solo af. Bijvoorbeeld, er zijn twee liedjes, I'm Not So Tough en Flying Blind. Dat zijn liedjes die al heel oud zijn. En daar mag ik ze cueën, bijvoorbeeld. Ja, en dan kan ik uitpakken. Ja. Dan kan ik ook, jongens, we beginnen rustig. En ik bouw het langzaam op. En dat geef ik aan, eigenlijk, in mijn solo, zeg maar. En dat kan soms 2 minuten duren, kan soms ook 4 minuten duren. En als ik mijn dag niet heb, dan denk ik van,
Een minuut, ja. Weet je, en blijft voor jou een uitdaging, zoiets? Zulke momenten. Ja, natuurlijk. Ja, ik vind dat leuk. Ik kan mijn ei daarin kwijt. En ik weet dat ik... ik ben niet foutloos. Maar wat ik wel, waar ik denk ik wel heel sterk in ben... is dat ik ook in een solo heel veel gevoel kan leggen. Of dat ik echt, weet je wel, passie erin kan leggen. En dat ik bites heb en heel klein kan spelen. Demanding, want je in die zin van... eis je dat dan ook van de mede-instrumentalist of... Doe jij ding, zit je in je eigen bubbel? Want je speelt ook met Martijn van Acht. Ja, die hebben hier ook gehad. Ja, ja. En die zei eigenlijk over jullie dat het vanzelfsprekend gaat. Maar ik kan me ook voorstellen, als je zo bezig bent met je eigen sound... hoe vind je dan om te werken met iemand die ook een eigen sound heeft? Hoe gaat dat? Ja, dat ook met Martijn bijvoorbeeld. Ja, dat gaat op zich natuurlijk heel goed. Ook omdat we zo verschillend zijn. Weet je wel? Dus hij zegt, zijn jullie verschillend? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja. Dat weet jij misschien, kan jij als buitenstaande beter. Twee totaal verschillende personen, maar niet... Nou, wat ik van Martijn bijvoorbeeld vind, is dat hij hij kan heel erg impulsief te gekke dingen spelen op het moment zelf. Weet je wel, ik ben denk ik wel iemand die een soort idee van tevoren heeft. Weet je wel, dit is de vibe en dit wil ik gaan spelen. En als dat stukje komt of dat pre-chorus, dan trap ik dat in. En je gaat erin zitten, zeg maar. Ja, maar kijk, soms is dat ook, weet je wel, als we aan het repeteren zijn, dan ben ik heel constant. En Martijn kan soms ineens vanuit het niets iets helemaal te gek spelen. En dat is natuurlijk zeker bij Iels, hè, als we dat als voorbeeld geven. Want daar zit Jori op gitaar. Daar zit Iels speelt akoestisch gitaar. Ja. Martijn speelt gitaar. Ja. En ik speel gitaar. Dus dat is wel goed verdelen. Dus dan is het soms natuurlijk wel druk of moeilijk. Dus dan moeten we elkaar gewoon een beetje ruimte geven. Weet je? En de ene keer geeft Martijn mij ruimte. En de andere keer doe ik een stapje terug. En dat moet je ook communiceren. En goed naar elkaar blijven Hebben jullie daar gewoon gesprekken dan over? Met daar hebben we het zeker. Ja, zeker. En dan ook met Marcus. Marcus speelt ook bij Ilse. Nu 2,5 jaar. Dus, dat hij niet iedereen op hetzelfde moment het akkoord indrukt. Ja, weet je wel. Soms is het zo van, je hoeft daar niet te spelen. Nou ja, dan speel ik niet. Maar dat kenmerkt natuurlijk ook uiteindelijk een goede band... waarmee je constructief die begeleiding in kan zetten. Ja. Ik denk dat sowieso het belangrijkste is. Dat je naar elkaar luistert en dat je ruimte laat voor anderen. En ik bedoel, ik ben niet zo'n ego toch... denk ik. Maar ja, aan de andere kant, als ik een solo speel, dan kan ik wel onwijs losgaan. Maar ik ben toch altijd zo van eerst van, wat willen jullie en is het oké? En als je nou hier zo alleen bent, hè, je hebt hier een band van 5 man. Ja. Wie zijn het allemaal? Het is wel leuk om te weten voor iedereen. Op bas, Rogier van Wegberg. Dat is een hele goede vriend van mij. En wij spelen samen bij Night of the Proms. Het orkest daar, dat vanaf 2012. En daar hebben we heel veel mensen begeleid. Weet je, zowel Nederlandse artiesten, Belgische, Duitse, maar ook internationaal. Weet je wel, zo met Pieter Citeer onder andere gespeeld een paar jaar geleden. Van Chicago. En Mark King van Level 42, weet je wel. En nog heel veel, John Miles, maar die zit ook alvast, die doet elk jaar mee. Nou ja, Rogier. Marcus Olgers op piano. Nou, daar heb ik vroeger ook wel veel sessies mee gedaan. Ja. En die zit nu vast bij Ilse. Op drums Arthur Leijten. Nou, ook wel bekend. Ja, dat vind ik een geweldige drummer. Onwijs gevoelsdrummer. En ja, ik heb met hem eigenlijk alleen maar sessies nog gedaan. En soms wat live dingen, maar een aantal studiosessies. En dan vond ik het altijd helemaal te gek. Omdat het soms iets heel anders gebeurt dan dat jij denkt wat nodig is. En dat vind ik zo te gek aan Arthur. En op zang Lodewijk, die ook al een keer hier is geweest. En die ken ik ook al jaren. Daar heb ik ook heel veel sessies mee gedaan. Ofwel op platen gespeeld waar hij koortjes heeft gedaan. Maar wij spelen samen bij Marco Borsato. Met Treintje hebben we samen gespeeld. En ik weet het eigenlijk niet meer, maar ik ken hem ook al jaren. Ja, het zijn echt allemaal mensen ook die gewoon lang, waar je al langer mee speelt. Ja. Met iedereen heb ik al lang gespeeld. Want eigenlijk voor dit project heb ik ze natuurlijk bij elkaar gebracht. Ja, dat wou ik net vragen. Ja. Hoe gaat dat dan? Want dan moet je uit die rol spelen van... ik ga alleen, ik doe mijn best in het liedje. Nu moet je toch meer zelf bepalen. Ja, nou, ik zat zo te denken van wat ga ik spelen? En toen dacht ik van, ik heb een heel mooi liedje met Lodewijk gespeeld. Nou, dat is Carry On. Of geschreven. En als eerste heb ik Lodewijk gebeld. En of hij kon en wilde. En nou,
Hij kon en wilde. Nou, dus toen dacht ik van, nou, weet je wel, dan kunnen we dat liedje spelen. Nou, toen heb ik Rogier gebeld, omdat ik heel fijn met Rogier al speel. En ik vind hem een te gekke bassist ook. Ook heel veelzijdig. Nou, wat ik net zei, daarna heb ik gewoon Arthur gebeld en Marcus. Dus zo is het gegaan eigenlijk. En ja, dan moet je het zelf regelen, maar dat, ja, dat gaat wel op zich goed. Toch een goede opstap naar een eigen album. Ja, zeker. Doe dat zeker, nou, want ik denk dat heel veel mensen daar best naar uit kunnen kijken, omdat je zulke mooie dingen doet. Ja, wij in ieder geval wel. Wij ook. Ja, nou leuk. Dus ja. Ik denk dat we het bij deze kunnen besluiten, Arnold. Heel fijn dat je er was. Nou, dankjewel. En ga zo door alsjeblieft, dat we nog veel van je kunnen horen. Ja, dankjewel. All right.